Leuk dat je weer kijkt naar nieuwe Lekker Latte met Simona. Ik ben vandaag bij Boshuizen met Sorab Safi en Sjoerd Winkelman. We gaan zien hoe zij het er vanaf brengen met Lekker Latte. Sorab, ben je bezig met je afscheidstournee? Jullie gaan volgend jaar naar Warmunda. Wat wil je nog bereiken bij Boshuizen dit seizoen? Nou, wat wij willen bereiken is het kampioenschap uiteindelijk. Daar gaan we voor. We staan op een mooie tweede plek met 3 punten achter en nog een wedstrijd inhalen. Dus ja, dat zou het allermooiste zijn. Je geeft aan dat je volgend jaar vermakelijk voetbal wil gaan brengen bij Warmunda. Gaat dit net zo vermakelijk zijn, denk je, vanavond? Nou ja, we hebben net even zitten oefenen met z'n tweeën. Ik denk dat het wel gaat lukken. Ik denk dat het wel wat is. Ja, kunnen we gaan genieten? Ja, genieten is misschien een groot woord, maar het wordt wel vermakelijk. Ja. Wat ga je het meest missen hier? Nou ja, waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat je het niveau gaat missen. Nou ja, goed, we hebben een keuze gemaakt, goed over nagedacht en bewust een stap terug gedaan. Nou ja, daar ben ik wel bang voor. Maar goed, aan de andere kant hopen dat we misschien met Warmunda een paar klassen omhoog kunnen. En dan dat we dat weer terug kunnen krijgen, dat gevoel. Dat zou leuk zijn. En gaan zij jullie missen? Ik denk van wel, ja. Waarom? Nou ja, wij zijn wel altijd jongens die er altijd zijn. Alles geven voor het team. En ja, ik denk dat we voor de club Boshuizen de afgelopen 3 jaar dat we er gespeeld hebben wel goed zijn geweest. En ja, ook vaste waardes. Dus ja, ik denk dat we ons wel gaan missen. Ondanks dat ze het misschien wel zullen ontkennen. Ja. Nou ja, dat zullen we misschien later nog horen. Sjoerd Sorab zegt het al. Je staat iedere week eigenlijk basis. Heb je reacties gehad op deze overstap? Ja, ik heb heel veel reacties gehad. Ja. Waarom deze stap terug? Maar ik heb er lang over nagedacht. En ik denk dat het dit moment wel de juiste keuze is voor mij. Ik voetbal nu al heel lang op zondag. En ik ben toch alweer even gaan wennen hoe dat is op zaterdag. Na afloop een drankje kunnen doen met Sor en de jongens. Dat lijkt me ook wel heel leuk. En ik hoop dat veel sfeer ook bij komt en gezelligheid, want daar zijn we wel goed in hier. Dat geloof ik ook wel, ja. Dat we ook wel gaan missen hier. Ze zijn toch wel een beetje de sfeermakers en hoop lol met iedereen, staf, ja. Spelers. Ja. Dus ja, ben benieuwd. Ja, leuk wel. Jij weet al een tijdje dat je mee mag doen met Lekker Latte. Ik neem aan dat je geoefend hebt. Nee, ik heb niet geoefend, moet ik zeggen, nee. Maar... nou ja, zometeen gaan we er gewoon staan en dan knallen we er gewoon een paar op. Oké. Want je neemt vaak vrije trappen. Die gaan er regelmatig ook lekker in. Hoeveel ga je er opschieten? Nou, dit seizoen is het nog matig hoor. Vorig seizoen ging het wel beter. Maar ik denk dat ik... laat ik bescheiden zijn, 2 op moet schieten. Oké, spannend. En wie kan dit beter eigenlijk, Sjoerd? Nou, als ik naar de trap van Safi kijk, dan moet hij dat beter kunnen. Maar als ik 3 zeg, dan wil ik er een leuke wedstrijd van maken. Dus. Oké, en zijn jullie nog vrienden als jij er meer scoort of dat Sorab tegenvalt? Nou ja, we kunnen er een kratje op zetten. Laten we dat bij deze maar doen dan. Ja. Oké, afgesproken. Hoeveel ga jij raken? 3. Oké, nou 2 en 3. We gaan het zien. Ja, 2 raak. Ja, zoals ik voorspeld had. Helaas, ik had er wel wat meer op willen schieten, aangezien ik de eerste 2 raakte. Maar goed, kratje bier gewonnen van Sjoerd, dus ja. Is prima. Lekker, hey Sjoerd, vermakelijk, oordeel zelf. Was dat dit? Ja, ik vond het hem wel een beetje vermakelijk, maar ik heb er 1. Ik weet niet of je dichterbij kan zitten. Ik had 3 of 4 misschien ook al kunnen halen. Maar joh, ik geef hem met liefde weg, dat kratje. Dus, Oké, nou, misschien mag je ook nog wel een biertje hebben van hem. Ja, dat zal wel bij Warmunda komen, denk ik. Kom bij Warmunda? Oh jee, ga je hem tot zo lang kunnen bewaren? Nou, jawel. Als hij tegen mij zegt dat we de eerste training bij Warmunda een kratje krijgen, dan ben ik daar wel content mee. Oké, nou, ik vind 2 met, ja, zonder te oefenen eigenlijk nog best knap. Ja. Op zich wel knap, ja. Ja. Nee, moet beter, maakt niet uit. Maar moet beter. Misschien volgend jaar bij Warmunda. Ja, misschien volgend jaar bij Warmunda. Kom je dan ook langs?
Ja, misschien wel. Misschien wel. Sturen ze dan minder knappe vrouwen voor, voor de zenuwen? Weet ik niet. Ik ga expres al wat verder weg staan, zodat jullie niet afgeleid worden. Ja, dat is wel beter. Doe je goed. Hoe zat het met de drugs, Sjoerd? Ja, het was wel voelbaar. Zeker voelbaar. En, maar ja, misschien is het daardoor gekomen dat ik misschien maar één raak. Maar ja. Misschien zonder camera waren het misschien wel 4 of 5 geweest. Zullen we nooit weten. Zullen we nooit weten. Nee, nou, misschien volgend jaar. Wie weet. 15 punten dus voor Boshuizen. Bedankt voor het kijken naar weer Lekker Latte met Simone. Dit keer bij Boshuizen dus. Zij staan nu in de middenmoot met 15 punten. Volgende keer ga ik naar Valken 68. Ik zie jullie daar.